Ja, Giovanni, ik kan me voorstellen dat het voelt als een mokerslag, ook de manier waarop jullie vandaag dan uiteindelijk verliezen. Ja, zeker. Ja, wedstrijd in de laatste seconde te verliezen is altijd, komt altijd hard aan. Zeker ook als je de wedstrijd terugbeleeft. En dat we heel goed beginnen. 200% kans de eerste 10 minuten, kwartier. En onszelf niet belonen. Dus dat was het perfecte moment om ons het vertrouwen in ons in de wedstrijd te helpen. Dat gebeurt niet. Je geeft ook weinig kansen weg. Utrecht is ook een gevaarlijke tegenstander met veel snelheid voorin. En dat we dat goed hebben kunnen verdedigen. Alleen bij de vrije trap die daar waaruit de 1-0 komt, komen we achter. Tweede helft, de tweede, heel snel. En uiteindelijk hebben we daarna zijn we wat meer druk naar voren, wat meer 1-op-1 achter. En eigenlijk alles op alles gezet om de goals te forceren. Ik denk dat we ook als team daarna opstonden en alles deden om de wedstrijd in de wedstrijd te komen. En uiteindelijk ook om de wedstrijd te kunnen winnen. En dan is het en blijft het voetbal, waar het verschil soms heel klein is. En dat komt denk ik in deze wedstrijd in de laatste fase komt dat heel goed naar voren. Met een grote kans om zelf op voorsprong te komen. En net iets later de 3-2 die we te verwerken krijgen. Je doet best veel omzettingen vanmiddag. Hè? Probeert de tijd te keren bij Feyenoord natuurlijk logischerwijs. Toch blijft het resultaat uit. Wat doet dat met je? Nou ja, uiteindelijk gaat het om de uitslag. Dus daar ben je niet blij mee, niet tevreden over. Iets anders is het team, hoe het team vandaag gespeeld heeft. En daar zeker na de 2-0 hebben we ons in de wedstrijd geknokt. En alles op alles gezet om een goed resultaat te behalen. En daar, dat lukt uiteindelijk niet. Dus het is wel voor mij wel een verschil met hoe we 2 weken geleden verloren en nu. Ik denk dat het nu qua spel, maar ook qua team, dat we meer verdiend hebben. Toch blijft het resultaat opnieuw uit. En dat is al lange tijd, eigenlijk heel 2019 is Feyenoord aan het kwakkelen. Zie jij het nog zitten? Nou ja, het klopt wat je zegt. Het is een tweede helft seizoen waar we te weinig punten hebben gehaald. En ook in wedstrijden waarin dat niet gebeurt, gelijkspel of verlies, hebben we wel een aantal goede wedstrijden gespeeld. Maar het heeft niet tot resultaat opgeleverd. Ook mindere wedstrijden die niet qua resultaat was wat we wilden. Maar ja, uiteindelijk is dit ook voetbal. Het is het verwerken van het verlies vandaag en doorgaan. Maar ja, als je natuurlijk zo lang niet heel veel punten binnenhaalt, dan komt uiteindelijk de concurrentie dichterbij. En nu AZ over ons heen. Dus we hebben 7 wedstrijden om dat tijd te keren. En dat is ook het enige wat we kunnen en moeten. Ja, kan er een moment komen dat jij dat niet meer ziet zitten, dat tij nog gekeerd kan worden. Stel, je komt echt in de play-offs. We leven vandaag. Ja, ja, lastige vragen, maar je begrijpt wel natuurlijk. Want het moet ook door je hoofd toch wel eens spoken van, hey, je bent ook een mens van, hey, wat als het niet lukt? Nou, ik wel eens is misschien, denk wel vaker. Ja. Maar het is natuurlijk ook omdat je verantwoordelijk bent voor. Hoe ga je daar dan mee om als dat door je hoofd toch spookt? Nou, je bent natuurlijk bezig met de situatie bij de club en hoe het gaat. En daar denk je over om het te keren. Het is natuurlijk niet alleen de wedstrijden, het is alles eromheen. En dus in dat opzicht is het een demanding job, maar wel een baan waar ik passie in voel. En dat ook zo door moet zetten. Eén ding nog, Steven Berghuis, die begint vandaag op de bank. Wat was de reden daarvan? Want er leek, ook uit een interview dat Dick Advocaat met Fox zat, leek wat meer achter te zitten dan alleen een tactische keuze. Nou, het was natuurlijk, het klopt. We hebben, Steven is vandaag niet gestart. Disciplinair. Omdat er iets gebeurd was op de training een aantal dagen geleden. Daarom heb ik de beslissing genomen om hem niet met hem te laten starten vandaag. En de rest wil ik dat verder intern houden. Nee, is dat eenmalig? Is dat nu dan disciplinair de straf was vandaag of werkt dit langer door voor hem? Dat weet ik op dit moment niet, maar het is uiteindelijk wel een keuze die ik heb moeten maken. Dat was voor deze wedstrijd en we werken vanaf deze week weer door en naar de komende wedstrijd. Ja,